Het is niet duidelijk welke impact de wetswijziging omzetbelasting zal hebben op de Surinaamse economie. ABO-parlementariër Obed Kanapé stelde gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée dat de regering het volk en het parlement grondig moet informeren over de voor- en nadelen van de plannen van de regering om tot een wetswijziging te komen. Dit voorstel is niet zonder meer belangrijk op dit moment, meneer de voorzitter. De vraag om waarom ik deze vragen stel, meneer de voorzitter. Ik geloof dat leiding geven naast besluiten nemen ook evalueren inhoudt. In de vergadering van de commissie van rapporteurs met de minister van Financiën en Planning en de Belastingdienst werd een argument naar voren geworpen dat deze wijziging onder andere als doel heeft om ons land naar het niveau te brengen, ons belastingssysteem naar het niveau te brengen van andere landen in de regio. Meneer de voorzitter, dit argument dekt de materie niet voldoende. Kanapé stelt verder dat bij een wetswijziging van de omzetbelasting het ook duidelijk moet zijn wat de concurrentiepositie van bedrijven in het land zal zijn. Ook de positie van de koopkracht van de Surinaamse gezinnen moet duidelijk zijn. Kanapé zegt dat de verandering in wetgeving bijzondere hervormingen teweeg zal brengen en een samenleving altijd hierop voorbereid moet zijn.